Hallo iedereen, ik ben dus Mario de Rock en ik werk 33 jaar voor Roularta, voor de drukkerij. Ik ben een van de drie hoofdconducteurs voor de drukkerij en wij zijn verantwoordelijk voor productiviteit, rendement, opleiding van personeel, kwaliteit ook wel een deel. En wij staan iedereen bij op de werkvloer die problemen heeft of, om alles in goede banen te leiden. In feite heb ik in 2008 een eerste Litmanpers opgestart, 2011 de tweede. En in 2019 kwam dan de studie voor de nieuwe Litteman nogmaals. Mijn bijdrage daarin is eigenlijk vooral kijken wat die pers moet kunnen, wat ze niet moet kunnen, hoe ze uitgerust is. Er is ook nog getwijfeld, wordt er gekozen voor eenzelfde pers of een andere pers? Zo'n zaken werden allemaal samen besproken. Het resultaat daarvan was in feite dat er beslist werd om te kiezen voor een gelijkaardige pers. Dus ook een 72-bladzijden pers, zoals we er al twee van hadden. Een nieuwere pers wel, die sneller draait, productiever is en energiezuiniger is dan de huidige pers die we nu hebben. We mogen toch stellen dat die nieuwe pers nu toch 20% sneller draait, een kleine 20% dan die andere twee persen, die eigenlijk ook al zeer goede persen zijn en zeer productieve persen zijn. We draaien nu nog 20% sneller en een heel stuk energiezuiniger, met evenveel personeel. Ja, dat is de bedoeling. Dus iemand die aan de Litteman 72-1 staat of 2, moet in feite ook de 72-3 kunnen en naleren. Dat is nog niet volledig het geval, omdat die pers volledig anders is naar bediening toe. Maar in feite is dat ook een van de bedoelingen. En verder is het ook vooral interessant naar deadlines toe. Als we ergens een technische pan hebben, dat we gewoon kunnen het werk versteken van de ene pers naar de andere pers. Dat gaat supersnel dan.